Goedendag, hartelijk welkom bij de online kunstlezing Caravaggio Bernini, Barok in Rome. Dit naar aanleiding van de tentoonstelling die vanaf 1 juni tot en met 13 september 2020 te zien is in het Rijksmuseum Amsterdam. Ik neem u graag mee naar de hoogtepunten van deze tentoonstelling, maar eerst zal ik mij even voorstellen. Mijn naam is Mirelle Nunes van Kunst uit Zeist. Ik ben kunsthistorica en ik geef kunstlezingen bij actuele tentoonstellingen van Nederlandse musea. Kom, gaat u mee naar Rome? We zien hier de stad Rome, net als bij mij op de achtergrond, met de Sint-Pieter en de prachtige monumentale gebouwen. De tentoonstelling is gemaakt om de revolutie op artistiek gebied in Rome rond 1600 met als in de hoofdrol de kunstschilder Caravaggio en de beeldhouwer Bernini en hun tijdgenoten. Een nieuwe generatie ambitieuze en geniale kunstenaars die de ingedutte stad wakker schudden. En niet alleen een nieuwe kunsttaal, maar ook de elegantie en de ongebruikelijk realistische stijl die emoties oproept, daar staan deze kunstenaars voor. En deze stijl noemt men de barok, naar het Portugese woord barocco, voor de grillige vorm van een natuurlijke parel. Christus, Maria, katholieke heiligen worden nu getoond als doodgewone mensen, ongepolijst en naturalistisch. Theatrale kunst met drama, dynamiek en bravoure. Een kunst waarbij schilderen, beeldhouwen en architectuur worden samengevoegd. En dan gaan we nu naar de enkele highlights van de tentoonstelling. Nadat ik u heb voorgesteld uiteraard aan Michelangelo Merici da Caravaggio. En het is niet de Michelangelo Buonarroti die we kennen, maar Michelangelo Merici uit het plaatje Caravaggio. Vandaar deze lange naam. En Caravaggio is schilder nummer 1 in Italië, geboren in 1571 en hij wordt slechts 39 jaar. Hij vertrekt vanuit Lombardije naar Rome, want ja, Rome, dat is op dat moment het middelpunt voor de kunst. Daar zitten de grote opdrachtgevers en hij probeert een naam te maken en hij gebruikt een nieuwe beeldtaal. Emotie, beweging en chiaroscuro, de licht-donkerwerking. En hij heeft natuurlijk vele navolgers, de Caravaggisten en zelfs een grote groep Nederlandse schilders afkomstig uit Utrecht, de Utrechtse Caravaggisten. En dan stel ik u nu voor aan Gian Lorenzo Bernini, hier met een zelfportret uit 1638. Deze Bernini was de zoon van een beroemde beeldhouwer, Pietro. En hij bezat het uitzonderlijk talent voor beeldhouwkunst. Want in zijn eigen tijd was hij al beroemd en hij was verbonden aan het pauselijk hof. Hij diende onder wel 4 pausen. En u kent misschien wel het Palazzo Barberini en de zuilen op het Sint-Pieterplein. Dat was allemaal van de hand van deze Bernini. Gekend hebben zullen ze elkaar niet. Want wanneer Caravaggio overlijdt in 1610, is deze Bernini pas 12 jaar oud. En hier zien we het werk van Gian Lorenzo Bernini met de buste van Medusa. En wie was Medusa ook alweer? Medusa kennen we uit de Griekse mythologie, waarbij iedereen die haar gezicht aanschouwt, ogenblikkelijk in steen verandert. Maar de held Perseus, die u wellicht kent, van Florence van Loggia di Lanzi, slaagt erin om Medusa te doden. En hij gebruikt daarvoor zijn schild. Want in de weerspiegeling van zijn schild maakt het dat Medusa zichzelf ziet en zo versteent en zo kon hij haar onthoofden. En bij deze Medusa zou het gezicht gemodelleerd zijn naar het gezicht van de minnares van Bernini. Een hartstochtelijke liefde die niet goed afloopt. Zij gaat er namelijk vandoor met zijn broer. En we zien in dit gezicht van de vrouw 2 emoties. Verrassing en verbazing. Ze gaat lijden en ze is verbaasd over wat haar overkomt.
En ja, gemaakt in prachtig wit Carrara-marmer. En hoe laat je dan als beeldhouwer dit gezicht spreken? Je laat de haren dof en het gezicht polijst je. En zo kun je karakter aanbrengen in het steen. En kijkt u eens naar die krullen. Dat zijn eigenlijk de slangen van Medusa op haar hoofd. Maar hoe prachtig hij dat gemaakt heeft. Je kunt er zo doorheen kijken. En opvallend is dat het hoofd niet recht op de buste staat, maar er zit beweging in. Het is een beetje afgewend. Het staat niet symmetrisch op de hals. Vandaar dat er lijkt alsof er beweging ontstaat. En hier zien we een schilderij wat niet in deze tentoonstelling te zien is, maar wellicht heeft u het vorig jaar gezien in het Centraal Museum, de Medusa van Caravaggio. En ook hier weer de schrik en de verontwaardiging van Medusa op het moment dat zij versteent. Ik heb ze nog even voor u naast elkaar gezet. En dan kunt u de verwondering, de meraviglia in stupore, de verbazing zien in de beide gezichten. En ziet u ook hoe prachtig deze kunstenaars werken met de chiaroscuro, met de licht-donkerwerking? Dan komen we aan bij een werk van Caravaggio, die jongen gebeten door een hagedis. En dat heet verschrikking. En in het Italiaans is dat orrore. Deze jongen schrikt, want hij wordt gebeten door een hagedis in zijn vinger. Als u goed kijkt, ziet u de hagedis ook uit de vaas met bloemen. Voor het eerst werd een stilleven van bloemen geschilderd. En de Nederlandse schilders nemen dit over. En van schrik dat de jongen gebeten wordt, valt zijn hemd ook van zijn schouder. En dat is natuurlijk wel een klein beetje een erotisch moment vormgegeven, ook in het spel van licht en donker. Het is een ongewoon schilderij eigenlijk, gemaakt door de jonge Caravaggio. Een jongen die reikt naar deze vaas, waarbij hij dan nog gebeten wordt door die hagedis. En kijkt de jongen ons nu aan? Of dat lijkt alsof wij hem laten schrikken? Of schrikt hij van zichzelf terwijl hij in de spiegel kijkt? En de jongen is ook wel een beetje vrouwelijk weergegeven. Kijk eens naar die bloem achter zijn oor. Een ander beeld wat ook met een vrouwelijke jongen wordt weergegeven, dat is deze Johannes de Doper. En het valt onder het kopje Amore, liefde. De tentoonstelling is opgebouwd uit 9 thema's. 9 emoties waaraan de schilderijen zijn ingedeeld. En deze Johannes de Doper ziet er niet uit als een Johannes de Doper die we gewend zijn. Al helemaal niet gewend dat deze man bloot is. Het is een asceet die leeft in de woestijn met een kruisstaf. Vaak als attribuut een lam of een doopschaal. Maar hier zien we een ram bij het hoofd van deze Johannes. En rechts onderin een plant die als kaarsenpit en fakkel werd gebruikt. Een sterk ontklede knaap die al zijn zinnelijkheid poseert op een dierenvel en op een wit-rode doek. Waarschijnlijk zijn mantel en zijn overhemd. De indeling van de ledematen, dat is vrijwel geometrisch. En we zien dan ook goed de verdeling van licht en donker. Het clair-obscur, of in het Italiaans de chiaroscura. De tête-à-tête met de ram. Zou het verwijzen naar de offerdood van Christus? Of is het het sterrenbeeld van de opdrachtgever? Ook lijkt het wel of dit model met ons flirt. Of zou het flirten met Caravaggio? Want van hem wordt ook wel gezegd dat hij van de mannenliefde was. En hoe doet Bernini dan deze emotie weergeven? Hier zien we de heilige Sebastiaan uit 1617. In opdracht gemaakt van kardinaal Barberini. Bernini is dan pas 19 jaar. En hij werkt nog in de werkplaats van zijn vader. Het marmer werd aangekocht door de opdrachtgever. En we zien hier passione, het lijden van de heilige Sebastiaan. Want Sebastiaan wordt terechtgesteld vanwege zijn christelijk geloof.
Zijn lichaam wordt doorboord door de soldaten met pijlen. Enkele pijlen liggen op de grond bij zijn voeten en één pijl zit nog vast in zijn lichaam. U ziet het aan de rechterkant ter hoogte van zijn middel. 'S Morgens wordt het met pijlen doorboorde lichaam gevonden door de heilige Irene. En zij neemt hem mee naar haar huis en ze verzorgt hem en ze lapt hem op. Maar Sebastian laat het er niet bij zitten en hij wordt, nadat hij zo liefdevol verzorgd is door Irene, gaat hij weer de barricade op en weer gaat hij protesteren tegen de keizer. Opnieuw wordt hij gearresteerd en nu wordt hij doodgeknuppeld. Er wordt wel gezegd dat zijn stoffelijk overschot begraven ligt in de catacombe, wat nu de basiliek van Sint-Sebastiaan buiten de muren heet. En wist u dat Sint-Sebastiaan patroonheilige was van de boogschutterij? Hoe maakt deze Bernini nou deze Sebastiaan? Met veel emotie, kijk maar naar gezicht en de houding. En veel beweging, naar de draperieën van zijn kleed. Ik heb ze nog even voor u naast elkaar gezet. Dan kunt u het goed met elkaar vergelijken. En vanaf hier zien we ook bij het beeld van Bernini de pijlen goed op de grond liggen. En die doeken, die kleed, wat zo om de Sebastiaan heen gedrapeerd is. Het was wanneer je als kunstenaar een mannelijk naakt wilde schilderen, dan was de heilige Sebastiaan het onderwerp bij uitstek, want dat was gerechtvaardigd om een naakt af te beelden. Komen we bij de visionen, de extase. En we zien hier een visione gemaakt door de enige vrouwelijke kunstenares die in de tentoonstelling van het Rijksmuseum te zien is. Artemisia Gentileschi. En zij schildert hier een Maria Magdalena in extase. En deze Artemisia was de enige Italiaanse kunstenares in de vroege barok. Zij leerde het vak van haar vader Orazio. En de eerste vrouw die werd toegelaten tot de kunstacademie in Florence. Wat was dat ook alweer, de extase van Maria Magdalena? Het is niet alleen een vorm van gelukzaligheid als boetvaardige zondares, maar het was een populair thema in de 17e eeuw. Want Maria Magdalena werd destijds gezien als een vrouw die berouw krijgt over haar zondig bestaan, een volgelinge van Jezus wordt en haar verleden inruilt voor een godvruchtig leven. Vaak gaven kunstenaars haar bekering weer met een stortvloed aan hemelslicht dat haar gezicht en bovenlijf overspoelde. En hier zien we een gezicht wat in goddelijke vervoering uitgedrukt is. Ze geeft zich volledig over aan God en verheugt zich op een nieuw gevonden geloof. Ook hier is de mouw een beetje afgezakt en dat verwijst naar haar zondige verleden. Ja, hoe doet Bernini dat dan? Bernini die maakt in opdracht een groot beeld waarbij architectuur en beeldhouwwerk met elkaar vervlochten worden voor de zogenaamde Cornaro Kapel in de Santa Maria della Vittoria in Rome. Een heilige Teresa in extase en we zien hier een voorstudie in terracotta gemaakt door de meester zelf en hij werkte hier aan rond 1645 tot 1652. Een extase van de heilige Spaanse Teresa van Avila op weg naar haar eenwording met God. Ze beschrijft in haar autobiografie hoe een kleine engel haar hart en ingewanden doorstak met vlammende gouden liefdespijlen en haar zo in vuur en vlam zette voor God. Ze verlangt naar die liefde van God en ze wil dat die nooit meer zal stoppen. En wat zien we? We zien een kaskade, zoals men dat zegt. Een grote plooi vallen van de kleding van zowel de engel als de heilige Teresa. En dat wil natuurlijk allemaal weergeven, die innerlijke emotie die deze heilige doorstaat. En hier heb ik een kleine afbeelding, een uitsnede van de uiteindelijke versie in de Cornaro Kapel, waarbij we inderdaad de gezichten nu van dichtbij kunnen zien en zien dat de engel een liefdevolle blik heeft naar de heilige Teresa en zij in complete extase van deze liefde weergegeven is.
U moet weten dat deze kapel bovenin een klein lichtkoepeltje heeft, waardoor het nog meer geaccentueerd wordt, het licht op de twee figuren, op de gezichten. En dat wordt nog eens benadrukt door de gouden stralen die dan van boven naar beneden op het duo gericht is. Hier heb ik ze nog een keer voor u naast elkaar gezet. En kunt u zien hoe deze vrouwelijke Italiaanse kunstenares tegenover Bernini ook zo prachtig mooi de extase weergeeft. Nou, hoe loopt het af? Caravaggio ontvlucht Rome, komt via een omweg via Napels op Malta terecht, waar hij een tijdje als lekenbroeder wordt toegelaten bij de Orde van Malta. Daar lijkt het op dat hij zijn leven betert, want hij is van God losgeraakt. Maar goed, hij belandt weer achter de tralies, hij weet te ontsnappen en komt in 1610 ziek en uitgeput aan op het strand van Porto Ercole. En daar overlijdt hij. En hoe loopt het af met Bernini? Bernini wordt gezien als een uitzonderlijk talent voor de beeldhouwkunst van de 17e eeuwse barok. Hij had het vermogen om architectuur en beeldhouwkunst op een expressieve manier met elkaar te verenigen. Hij ontwikkelt een nieuw type bustebeeld, waarbij de buste als het ware gedragen wordt door de wapperende draperieën. Zijn hele leven actief als beeldhouwer, overlijdt in 1680 in Rome, 82 jaar oud. Dan wil ik graag u wijzen op mijn nieuwsbrief, op de kunstroute als u die wilt ontvangen. Ik zou graag de lezing namelijk willen afsluiten. Bent u geïnteresseerd om deze kunstroute te ontvangen of een berichtje te krijgen over de volgende online kunstlezing? Dan zou ik u graag willen uitnodigen om u aan te melden bij mijn website, bij mijn e-mail. kunstuitzeist@kazema.nl. En wilt u meer weten over kunstuitzeist, kijk u dan even op mijn website www.kunstuitzeist.nl. Dan herhaal ik nog even dat de tentoonstelling dus te zien is van 1 juni tot en met 13 september aanstaande. En in het Rijksmuseum in Amsterdam. Ik wil u heel hartelijk danken voor uw aandacht. En misschien vindt u het leuk om een review achter te laten. Heel graag. En dan zie ik u graag een volgende keer weer. Dank u wel. Tot ziens.